op de Innovation Expo. Echt super trots dat het dit jaar in Rotterdam plaatsvindt. In Rotterdam willen we de slimste haven zijn en daar werken we elke dag keihard aan. En hier op het RDM-terrein kun je heel goed zien hoe we dat aanpakken. Er is hier onder andere een waterstoflab. En een floating field lab waar we experimenteren met autonoom varen. Er is een waste shark ontwikkeld die het plastic uit de haven vist voordat het de zee op kan drijven. Kortom, je kunt het echt zo gek niet bedenken of het zit hier of het wordt hier ontwikkeld. Wat je achter me ziet is de RPA-3, onze inspectievaartuig die we helemaal vol hebben gehangen met sensoren. Sensoren nemen alle data op en met die data willen we leren over autonoom varen, vooral zelfstandig varen. Ja, wat we dus doen met Captain AI is eigenlijk trainen in de simulator, net zolang tot we een goede, ontwikkelde, goed getrainde captain hebben. Maar in de echte wereld gebeuren natuurlijk dingen die je nooit kan simuleren. Dus een man overboord bijvoorbeeld, sommige situaties kan je gewoon niet verzinnen. Moet je gewoon meemaken in het echt. En daar hebben we ook die data voor nodig van die RPA. Hartstikke mooi is aan deze samenwerking is dat een bedrijf zoals het Havenbedrijf Rotterdam, de autoriteit, een schip beschikbaar stelt om daar, zoals start-ups zoals wij, daarom te mogen trainen. Over windmolens was ooit eens zo'n gezegd, die draaien niet op wind, maar op subsidie. Dat wil je niet. En dat wil je zeker in Rotterdam niet. Wij willen geen start-ups knuffelen omdat de hype van het moment is. Wij willen zorgen dat jonge bedrijven kunnen groeien. En dat kunnen we op RDM. Dat is de startplek. Door naar Merwe Vierhaven en dan hup die haven in en de komende decennia zorgen voor die nieuwe smart sport. Het goede ook van wat we hier nu zien is dat je een kruisbestuiving gaat meemaken. En dat is ook het mooie van dit soort evenementen, dat je het allemaal bij elkaar brengt en dat je eigenlijk continu geprikkeld wordt van met wie kan ik nou wat samenwerken, van wie kan ik wat leren, maar ik heb dit al een keer meegemaakt, hoe kan ik dat aan die partijen mededelen, zodat we allemaal grotere stappen kunnen maken. We hebben vandaag ontzettend veel mooie innovaties gezien op de Innovation Expo. Maar de beste innovaties komen vaak uit onverwachte hoek. Heb jij een innovatief idee dat kan bijdragen aan de slimste haven? Wil je jouw innovatie versnellen of laten landen in de haven? Neem dan contact met ons op innovation@portofrotterdam.com.